te verrassen eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik was totaal niet voorbereid, dus ik ben wel even overweldigd. De oorlog van Peter Blanc heb ik hier gehoord. Ik vond het eigenlijk zeer interessant. Ook heel mooi opgebouwd. En ik was eigenlijk verwonderd. Het begon zo heel zacht en dan heb je zo, paf, die oorlog die ontkent en het eindigt zo, ja, heel positief. Heel veel concerten heb ik al meegemaakt. Deze is de top. Het is beklijvend, het is kippenvel, het is alles erop en eraan. Ik heb hier vandaag meegezongen in Octopus Symfoniescore. Een van de vier koren trouwens die op het podium stonden. In zo'n project meezingen is fantastisch. Het is echt een droom om dat mee te doen. En zeker het feit dat het 29 jaar geleden pas de laatste keer uitgevoerd is. Dat wij het nog eens mogen doen nu. Ja, dat is historisch, hè? Enorm indrukwekkend. Van alles gezien. Wij hadden soms ogen en oren tekort. Het was voor ons, naast ons. Door dat verschil van dat het langs alle kanten komt, is het eigenlijk ook een vertolking wat er gebeurt met je gevoel. Je gaat zelf ook alle kanten uit en zo gebeurt het ook in de zaal. Het toont echt wat het wil overbrengen. Het is fantastisch mooi gedaan. Die muziek is natuurlijk zo overweldigend. De oorlog klinkt er echt wel in door. Maar ja, de vrede ook natuurlijk. En dat is dan uiteindelijk dat is waar het hele stuk naartoe werkt. Het verheerlijken van de vrede eigenlijk. En het afkeuren van de oorlog. Dat komt wel binnen eigenlijk. En zeker vandaag de dag met het actueel gegeven van natuurlijk van een oorlog. Subliem, schitterend. Ik vind het een geweldige uitvoering en het is een prestatie voor een componist om zoiets samen te stellen. Zowel van de dichter of de schrijver als van de componist. Een meesterwerk.